Je komt allemaal dingen tegen waarvan je niet wist dat je ze nodig had. En er is net iets heel ergs gebeurd. Zo, we zijn weer een patatje trots. Oh, we worden er helemaal gek van. Gisteren heb ik weer wat nieuws gekregen. Heel droog je huid. Ja, hè? Moet eens kijken. Hier zo. Oh, wauw. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve patatties, welkom bij weer een nieuwe video. Het is vandaag 13 juli. Ik voel me vandaag weer ietsje beter. Dus daar zijn we heel blij mee. En ik ben dus weer gaan zwemmen met mijn moeder. Ik had er niet zo heel veel zin in. Maar toch heb ik het gedaan. Want ja, het is wel belangrijk om me zo fit mogelijk te houden. En als je er nou eenmaal in ligt, dan ben ik toch wel weer blij dat ik het aan het doen ben. Ik heb zelf even een bommetje gemaakt. Gewoon voor het gevoel. En daarna zijn we doorgelopen naar de Action. Om even te emotie shoppen. Je komt allemaal dingen tegen waarvan je niet wist dat je ze nodig had. En het zijn altijd vooral dingen voor mijn kind. Dus ik ga het jullie even laten zien. Ik dacht, krijtjes, leuk. Hij is helemaal gek van dinosauren. Dinosaurussen dus nu. Ik denk, leuk, we gaan even wat sminken. Hij mag doktertje spelen, want hij is zo lief. Het is altijd goed om je eigen dokter in huis te hebben natuurlijk. Dus die kon ik niet laten liggen. We hebben... Wat klein! Sleutelboel! Want dat deden we altijd op de camping. Ik heb wel oorbelletjes voor mezelf gekocht. Die vond ik gewoon schattig. En wat make-upjes. En... Oh ja, even een zak. Als je kaal bent, dan moet je wat, hè? Als je kaal bent, dan moet je dan wat. Dan moet je dus heel erg... Dan moet je make-uppen. We hebben een soort van placemat. Een goal voor de voetbal. En deze... Ja, hij is dus ineens helemaal gek van dinosaurussen. En deze kon gewoon niet laten liggen. Oh, nog een keer. Wacht, hè. Oké, die vond ik gewoon te schattig. Maar ja, ik kan natuurlijk nu niet alles tegelijkertijd gaan geven. Dat slaat ook gewoon helemaal nergens op. Hij is niet eens jarig. Maar ik had gewoon even zin om allemaal leuke dingen te kopen. En alles was leuk. En, want het proces is verder gegaan. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar ja, ik had dus vandaag toch ook allemaal kleine haartjes in mijn hand. Aan mijn rechterkant is het volgens mij iets minder snel aan het gaan. Maar aan de linkerkant zie je echt al dat ook de kleine haartjes aan het loslaten zijn. Maar ja, we wisten dat het ging gebeuren. Dus het is zoals het is. Dus af en toe een beetje emotie shoppen en dan komen we er wel weer doorheen. Vandaag was ook Vieran even langs geweest. Super gezellige vriend van mij. Hij heeft even een lekker bakkie gedaan. En ik wil in deze video ook even een shout-out doen aan echt een super lieve meid, namelijk Rieneke. Rieneke die ken ik van de zwangerschapsgroep. En ja, daar hebben we altijd gewoon heel leuk contact gehouden. En ook sinds deze diagnose is zij... Ik spoor niet. Sinds deze diagnose is zij ook gewoon zo super lief geweest om een bepaalde medische shampoo op te sturen naar mij. Voor mijn haar en voor mijn hoofdhuid die haar moeder toen ook gebruikt heeft. En zij stuurt mij dus letterlijk elke dag een positief appje met een motivational quote. En dat wilde ik gewoon even genoemd hebben, want het is gewoon super lief. Dat ze elke dag eventjes aan me denkt en me wat positiviteit mee wil geven. Dus muah, dankjewel daarvoor. Nou, en zojuist ging de bel en stond het busje van het Haga ziekenhuis voor mijn deur, van de apotheek. Die hebben mij de prikken gebracht als voorraadje om mijn eierstokken
lam te leggen, noem ik dat maar even. Die krijg ik dus nu 1 keer per 4 weken. En dan krijg ik voor Lucrin. En nou, de eerste die is al een keer gezet. En nu 1 dag voor mijn 3e chemo gaan ze weer langskomen. Dan is er dus alweer 1 maand voorbij. Ja, het voelt heel gek. Het klinkt als al 1 maand voorbij. Aan de andere kant pas 1 maand voorbij. Maar in ieder geval, ik heb dus nu een voorraadje. Moet op kamertemperatuur blijven. Dus we hebben een mooie medicijnenkast waar ik ze in ga bewaren. En hoe willen jullie mijn oorbelletjes? Ik vind ze schattig. Ook al? Ja. Als het weer zo'n dag is. Ik denk dat mama een cadeautje heeft voor jou. Verrassing. Oh, wat is dat? Wat is dat? Wat is dat dan? Is dat je eigen dinosaurus? Zo. Lief, hè? Lief, lief. Hey, wat is dat, Jess? Oh, oké. Okay. Nou. Nou. Oh ja. Ja. Die ook nog. Ha! Lief dan, hè? Ai, hè? Ai. Lief. Lief. Ho. Jesse. Is dat jouw dier? Is dat jouw dier? Dinosaurus. Kijk, en deze doen we er gewoon zo neerzetten. Ben ik Donnarumma? Komt-ie. Oh. Nee. Oh. Het is zover. De eerste tegels die gaan naar de badkamer. Hoe lang zijn we al bezig? Echt februari. Veel te lang bezig. Wat is er met jou gebeurd trouwens? Ja, ik ben... We gaan boodschappen doen. We gaan hier naar een gala. Hoe mooi zie jij eruit? Ja, het is niet echt mijn beste kunstwerk, maar ik was gewoon helemaal verbaasd over hoe goed het pakte. Ja. Dat is die make-up van Action, jongens. Geen reclame, maar het werkt gewoon fucking goed. Ja, leuk. Oeh, zo. Oeh, jeetje. Oh. Ik ging bijna mijn mel. Oh. Pas op, je moeder is de fiets aan het opladen. Ja. Ja, zo. Ja. Hey, Mojo, Reggie, kom jullie even kijken. Ja, het zou wel heel fijn zijn als we inderdaad eventjes gewoon de hal ook weer vrij hebben voor mijn moeder. Ja, het zag er even naar uit dat het echt gewoon heel erg lang ging duren. Maar het heeft alleen gewoon lang geduurd. Nou, het einde is nu in zicht. Het wordt nu echt een badkamer. Ja. Dat is wel echt super fijn. Ja, alles, dit zit er allemaal in. Hier komt de wastafel. Hier komt de douchebak. We moeten straks alleen nog een douchewand kopen. En de wastafel. Ja, maar dat zijn er leuke dingen om uit te zoeken. Ja, en dat is gewoon de inrichting. Ja. Hoort dat? Oh, de spiegel. Die moeten we ook nog hebben. De spiegel. Maar als de tegels staan, ja, dan is het gewoon echt weer een badkamer geworden. Trots op jou, hoor. Ik ben echt knap. Het heeft wat bloed, zweet en tranen gekost. Thank you. Ja, nou, zeker weten. En allemaal wat langer geduurd dan dat we hadden gewild. Maar ja, het is gelukt. Ja, nou, ik ben er trots op. Ja. Mag ook zeker. Ondertussen ben ik nog een ijsje aan het eten. Lekker ijsje. Ik eet veel waterijsjes om mijn mond een beetje vochtig te houden. En deze echt leercentiment.
Is gewoon lekker. Nou, goed weg, hè? Ja. Zo, we zijn net terug van een boodschapje doen. Even weer naar de Betjewolfstraat geweest voor eieren. Dan halen we altijd gelijk 5 treeën. Altijd lekker. Groenten. En we zijn daarna gelijk doorgaan naar de Jumbo. Te voet. Dus we hebben even de auto teruggezet. Te voet naar de Jumbo. En daar hebben we wat vlees gehaald. En ik ben nu dus een lekker... die gaat vallen. Een Irish riblapje ga ik maken. Dus lekker wat salie, knoflook, peper en zout. Eventjes aanbraden. Oh, de lens besluit. Even aanbraden en dan lekker in de oven. En ik heb dus gewoon, en ik wist helemaal niet dat het kon, een cappuccino gemaakt van geitenmelk. Echt lekker. Echt verrassend. Je proeft wel echt geit. Dus, zoals je dat ook bij geitenkaas heel erg goed proeft. Het is echt een karakteristiek geitensmaakje. Maar omdat ik dus probeer lactose te verminderen en soja ga ik ook niet heel erg goed op, ging ik dit eens proberen. Maar dit is echt... Dit is echt verrassend lekker. Ja, dus ik ga even koken. René is toch maar even lekker in bed gaan liggen. Want ja, je merkt wel gewoon dat ze heel erg moe wordt. En ik merk dat mijn ogen echt alle kanten opgaan omdat ik met heel veel dingen tegelijk bezig ben. En mijn kopje ook een beetje vol zit. Dus ik ga lekker verder met koken. Die kan lekker de oven in. Voor een paar uurtjes. Doorsudderen. Zo. En hier ga ik aubergines lekker bakken. En daarna doorsudderen. Dan maak ik een lekkere aubergine kaascreme. Ik weet dat de dames in huis het erg lekker vinden. En er is net iets heel ergs gebeurd. De eierkoker heeft het leven begeven. Nou, om precies te zijn, het knopje. Maar die gaan we zo meteen even openmaken. Even kijken of we dat nog kunnen fixen. Ik weet even niet zo goed wat ik nou als eerste moet doen. Maar ik denk dat ik in ieder geval eerst even de kippetjes in de airfryer doe. Ja, want die wilde René ook heel graag. Kijk, ik heb lekker kippenvleugeltjes gemarineerd met kruiden, peper en zout en een beetje ui, knoflook en frietkruiden. Ja, dus die gaan in de airfryer. Ik heb de melanzane, die zit in de oven en ik moet de eier koker maken en de stofbak moet ik eventjes nachecken. Dus ik ga heel eventjes, oh ja, en ik moet nog deze kippetjes, moet ik ook nog eventjes gaan portioneren en in de vriezer. Eén voor één. Ze adviseren mij heel vaak om lijstjes te maken van dingen dat je dus kunt afvinken. Maar ook dat is dan weer een taak. Dus als ik nu ga zitten om een lijstje te maken, dan ben ik langer bezig waarschijnlijk met het lijstje te maken, dan dat ik nu zeg maar de dingen aan ga pakken. Dus oké, doei. Ja. Cool. En waar waren ook alweer de tandjes van de kindjes? Ja, hebben ze allemaal tandjes. En waar is de gele schaar? Nee, schaar. Niet haar, schaar. De niknak. Niknak! Waar is de blauwe potlood? Goed zo. Waar is de groene potlood? De groene. Hier. Wauw, helemaal goed. Daar moet dat nou? Hier, hier, hier. Hier. Het is zover.
zijn een beetje gespannen. We gaan tegelen. Beetje gespannen inderdaad, dat kun je wel zeggen. Waar ben je bang voor? Dat het als het nog niet glad genoeg is misschien? Of? Dat ik gewoon uitkom op de hoekjes en dat onder, zeg maar, begin je dan. Maar niks is echt recht aan deze ruimte. En we hebben het zo goed als recht proberen te maken. Dus je kan ook niet te laag op de grond beginnen, omdat daar, zeg maar, die bobbeltjes gaan. Dus ik moet iets hoger beginnen. Dan denk je, ja, komt dat straks wel mooi uit om ook met de grond tegen. Maar ik denk het wel. Oké, het eerste rijtje zit, maar het is, gaat weer. Dus het is weer een stuk ingewikkelder dan gedacht. Precieze werk. Ja, weet je wat het ook is? Ik denk dan dat ik weet of het op zich de basis oké. En dan begin ik en dan gaat het even niet zoals het zou moeten. En dan ga jij dingen zeggen die gewoon make sense. En dan voel ik me aangetast in mijn mannelijkheid. En dan ga ik eerst snauwen. Dan denk ik van, ja, wat moet je er nu mee? Maar help wel gewoon. Maar niet tegenstrijden of zo. En dan uiteindelijk kom jij met een paar goede ideeën. En dan rustig beetje bij beetje ben ik eerst een liter vocht kwijt. Maar komen er wel. Hij is nu in ieder geval, lijkt hij wel heel recht. Hoe ging dat deuntje ook weer van eigen huis in? Zeg, Mirna, kom jij even naar me helpen? Ik weet niet waar ze is. Is Mirna niet ook al overleden? Ik weet niet, nee, Rob wordt al voortrijden. Ja, Rob is ook ziek. Rob is ziek, maar die leeft nog wel. En Nico? Vroeger, goeie oud bent. Of was Nico ziek? Tussenstand. Holy moly. Hey, maar ik vind het goed gaan. Ineens gaat hij goed. Ja. Oh. Het zweet loopt van ons rug af. Kun je wel stellen, ja? Nou ja. Gaat hij beter? Alweer een kilometer. Zo, we zijn even een patatje trots. Het zit erop voor vandaag, bro. Oh, het is inmiddels 11 uur. Maar wij zijn heel trots. We hebben geen cementen of lijmen verspild. Geen tegenlijm verspild. Hoppakee. Goedemorgen. Het is vandaag 16 juli. Ik heb weer slecht geslapen, veel slijm en ophoesten en word ik helemaal gek van. Gisteren heb ik weer wat nieuws gekregen. Codeïne fosfaat tabletten. Die zouden de kriebelhoest tegen moeten gaan. Het heeft niet echt geholpen. Maar ja, is het nou alleen een kriebelhoest of is er gewoon echt een irritatie? Want het slijm wat ik heb, een snot en zo, dat is ook gewoon een beetje geel. Ik noem het maar gewoon even, want er zijn ook mensen die naar onze vlogs kijken die hetzelfde doormaken en graag willen weten wat is normaal en wat is niet normaal. Dus ja, nu heb ik toch echt wel weer dat ik slijm aan het ophoesten ben. Ik heb hele opgezette kleren en zo. Ja, meestal sla ik er gewoon doorheen, maar ik heb je vannacht wel echt gehoord. Maar ineens stond er een leuk pakketje. Ja. Op de tafel. Hij is gisteren, wat is dat dan? Hij staat er al sinds gisteren in de bank. Dus heb je hem niet gehoord gisteren, ja, denk ik. Gewoon, nee. Er staat. Hier stond het. Oh, afgeleverd in de bank. Ja. Het is wel voor ons allemaal. Dat is altijd leuk. Thinking of you. Dat vind je leuk, hè? Ik heb dat ook.
nieuwe ballon. Dat is een leuke ballon. Ja, ik doe even de deur dicht, maar heb je ermee naar buiten gelopen? Wow, en een kaartje. Wat staat erop? Wat staat erop? Van Winnie de Pooh. Nobody can be uncheered with a balloon. Lieve Sergio, geneentjes en zilver. Gewoon om even aan jullie te laten weten dat ik aan jullie denk. Ja, Sergio, ook aan jou. Je staat daar toch maar naast René, iedere keer. Dat is ook echt niet niks. Zorg goed voor elkaar. En laat je ook lekker door je familie en vrienden verzorgen. Dat mag. Liefst kindertje. En ze stuurt me al elke dag een motivational quote. Ja. Echt super lief. Echt lief. Het is ook heel droog je huis. Ja, hè? Moet eens kijken, hier zo. Oh, wauw. Oh, allemaal. Wat gebeurt er? Niks, allemaal maar het, heel veel haar inderdaad. Ja. Oké, nog een keer. Kijk. Raar, hè? Maar ineens dan, hè? Voor mijn gevoel. Dus ze groeien wel, maar ze laten ook los. Ja. En ik had al een heleboel mijn hand van in onze zus. Dus haal me niet meer op. Ja, en heel veel huidschilfers heb ik nu dus ook ineens. Zo, en het zit er gelijk aan. Dat ziet er minder charmant uit, jongens. Dat is minder charmant. Dat is heel gek. Aan de ene kant groeit het en aan de andere kant valt het uit. En ik stond net onder de douche en toen zat ik naar mijn huid te kijken. En toen dacht ik, nou, het is allemaal niet zo heel droog als ik had verwacht. Maar mijn hoofd, die denkt er anders over. Er is een pakketje binnengekomen. Voor de verbouwing van de badkamer moet ik heel veel tegels slijpen. En daarvoor heeft mijn schoonmoeder een zo'n workmate besteld, zo'n tafeltje. Okay. Zodat ik niet elke keer zat ook op de grond tegels te snijden. Ja. Dat is niet handig. Maar ik moet hem nog in elkaar zetten. Ja. Maar in de wereld van YouTube doen we gewoon zo. Nou. Hier kunnen we wel wat tegels op snijden. Ja. Ja. Ben benieuwd. Mooi gedaan. Mooi gedaan. Bij het stopcontact. Toppie. Ook altijd handige stopcontact in de tuin. Absoluut. Dat is het eerste wat ik, een van de eerste dingen die ik deed op de Brink. Hè? Ja. Stopcontact voor jou ja. Aanleggen op het balkon. Op balkon. Gaan we eten. Wat wil je eten? Ik heb ravioli met aubergine. Ik heb stoofvlees. Ik heb gevulde gehakt met kaas. Of kip. De man die gaat voor de gevulde hart. Klinkt wel lekker, ja. Zullen we die doen? En de ravioli. Oh ja. Ja. En ik heb nog Chinese koolsalade. Nou, we kunnen een week vooruit. Doe maar hetzelfde. Ravioli en de kracht? Ja. Oké. En wat heb jij, Jess? Ja, ik heb heel leuk. Dat was zo lekker. Wat heb jij? Ja, eet met de achterkant van je lepel, dat gaat beter. Nee, zo. Ik zie het. Lekker? Ja. Goed zo. Zo, we hebben even een relaxmomentje soort van. Ja, even lekker natafelen. En toen zagen we... Ik zat een beetje op mijn telefoon te scrollen. En toen zagen we dat de Bellinga's een nieuw huis hebben. Is het nou Bellinga's of Bellinga's? Bellinga's. Ik vind Bellinga's wel Spaans zo klinken. Hoor. Een beetje... Ja, samen, ze zijn nog Bellinga's. Maar ze zijn toch in Spaans? Nee, dat snap ik. En dus het nieuwe huis. We zijn altijd heel erg benieuwd naar nieuwe huizen natuurlijk. Nieuwe huis. Ja. Hallo, hallo. Hij is nu lekker. Ja, oh, die zit er. Ja. 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 Speelkamer.
In die kamer. In de, dan komen we in de spiegel. Wat? Dit was wat kapot aan. Wat die goed aardig als jullie zien. Dit wil ik ook. Dat zag er wel mooi uit. Volgende stap. Zag je er binnen zwembad? Zag je gewoon de buitenkant van heel het huis? Zag je die huiskamer? Het is gewoon een landgoed. De slaapkamer van die kinderen is bijna net zo groot als ons nieuwe huis. Wauw! Wauw, het ziet er wel heel mooi uit. Dit is niet in de Randstad, denk ik. Dus denk ik, wij komen uit Groningen of zo. Daar is natuurlijk de grond ook veel goedkoper. Ja, nee. Verzin maar wat. Man. Dat is wel heel vet. Ja, het is wel echt heel, heel, heel gaaf. Ik vind het wel heel grappig dat als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Enzo Knol, wat die dan koopt. Ja. En wat zij dan kopen. Ja. Ik was vanaf gegaan van die gaas. Zo. Holy crap. Heel vet. Wauw, ik ben echt, ik ga even koffie drinken. Ja, oké. Okay. We gaan nog even verder werken. Doei. Mama, pak. Mama. Wij hebben dus iets heel bijzonders. Namelijk een watermeloen. Die niet rood is. Maar geel. Een gele watermeloen. Bedoel. Waarom is deze geel? Maakt die anders? Iets zoeter? Nee. Misschien, ja, nog, misschien dat hij nog wat moet rijpen, maar... Misschien moet hij nog rood worden. Nou, ja, ik vind het wel lekker. Ja. Oh, prima. Ik moet snel op. Ja, ik vind het wel lekker. Ja. Dus, oh, prima. Lekker. Au! Wat doe je? Bijt je weer op je wang? Nee, hij gaat mijn gat in. Oh, hij gaat je gat in. Hij is eruit. En hij is eruit? Oh! Ja, is hier. Ik had het helemaal vergeten. Het was super hard. Okay. Wat is er nu uit? Nee, je tand is er al uit. Hij zat in het kap van mijn verstandskies. Oh. Mijn hechting is los. Ja. Oh. En nu? En nu gaan we door. En door. Ja, zit je nou gewoon een boer in mijn gezicht? Nee, niet in jouw gezicht. Oh nee, sorry, in mijn nek. Nee, het is bijna hetzelfde. Ik denk dat we maar eens gaan afsluiten deze weer. Hè? Ja. Morgen feest van mijn zus. Ik zie Elsa als die camera aan is, echt zo aankomen sluipen als een ninja. Dat hoeft helemaal niet hoor. Nou, dus bij de volgende vlog hebben we een leuk feestje als het goed is om te laten zien. Ja. En dan komt Sam Rosendaal. Ja, zeker. Van The Voice. Komt daar optreden. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Leuk. Heel veel zin. Ja. Dus voor nu. Voor dit weer een leuke vlog. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Bedankt weer voor al jullie medeleven. En we zien jullie heel graag bij de volgende vlog. Tot de volgende keer. Ciao. I just wanna see where your love can take me when I'm with you.